Wat blijft er achter als je afscheid hebt genomen van een bijzondere vriend? Een vriend met een bijzondere ziekte. Te vroeg geveld. Te vroeg gestorven. Dit gaat over een hechte vriendschap tussen twee maatjes. Martin en Mike. Voor Martin blijft 31 juli een speciale dag. We vroegen hem waarom precies. Ja, dan is mijn overleden vriend Mike, die is jarig. Hij heeft helaas het verloren van zijn spierdystrofie, Becker genaamd. En daarom willen wij op 11 september eigenlijk een spinningmarathon gaan doen om het spierfonds te steunen. Ik heb dat ook beloofd aan Mike. Wanneer heb je dat beloofd? Kan je nog herinneren? Nou ja, dat zal vrij snel nadat hij opgegeven was in december. Toen zijn wij er nog geweest op 25 december, waarbij die eigenlijk aangaf van ja, ik heb waarschijnlijk nog een paar dagen. Gelukkig werden dat een paar maanden. En ja, ik denk dat ik dat met dat idee zo in februari ben gekomen. Met de hoop dan eigenlijk nog dat te kunnen doen voordat hij zou overlijden. Maar dat is helaas niet gelukt. Ook door corona met name. En dat is uiteindelijk dus 11 september geworden. Waarbij we dan bij Overfit hier in Graven, de Arnold Vergelderweg 105, die spinningmarathon gaan doen van 100 kilometer. En daar zoveel mogelijk geld willen inzamelen voor Mike en dus voor het spierfonds waarvoor we het gaan doen. Mike is 17 april van dit jaar overleden. Wat maakte Mike zo bijzonder? Wat Mike eigenlijk heel sterk maakte en waar iedereen veel van kan leren, is dat hij eigenlijk altijd positief was. En dat inspireert me en ook het feit dat hij ondanks zijn beperkingen toch van alles deed. Hij ging mee naar de kroeg, hij ging naar de film, hij ging op vakantie. En natuurlijk had hij zijn beperkingen, maar was daarover altijd positief. Hij is ook regelmatig in het ziekenhuis opgenomen, maar altijd bleef hij positief. En daar ben ik wel heel erg altijd door geïnspireerd en daar had ik ook wel diep respect voor. Mike is geveld door de spierziekte genaamd Becker spierdystrofie. Het is een erfelijke ziekte die voorkomt bij jongens en mannen. Die leidt tot spierklachten en spierzwakte. Deze vorm, Becker, lijkt op de meer bekende Duchenne. Wat is het verschil tussen deze twee ziekten? Duchenne en Becker spierdystrofie zijn allebei erfelijke ziekten, waarbij er een foutje is op het DNA in het dystrofine-gen. En dat ligt op het X-chromosoom. Als er een foutje is een ander woord voor mutatie. Als er een mutatie in het gen is, dan wordt het eiwit dystrofine niet voldoende of helemaal niet aangemaakt. En dat is het verschil tussen de twee ziektebeelden. Bij Duchenne spierdystrofie is de fout dusdanig ernstig dat er geen dystrofine wordt aangemaakt. En bij Becker spierdystrofie is er een verkorte vorm van het eiwit dystrofine. En dat leidt dus tot een andere klachtenpatroon. Waarom is het zo belangrijk dat er meer geld moet komen voor onderzoek? Nou ja, het blijkt dat dat onderzoek is gewoon heel moeilijk blijkt. Het is een spierziekte die niet heel, heel veel voorkomt. Spierziekte in het algemeen schijnt wel een redelijk percentage te kunnen zijn dat mensen het bij zich dragen. Het onderzoek is gewoon belangrijk om te kijken van kunnen ze die mensen die dergelijke ziekte hebben op een goede manier helpen en wellicht genezen zal misschien nooit kunnen, maar het leven in ieder geval draaglijk maken om je gewoon net zo'n leven te leiden zoals wij dat kunnen doen. En een bijzondere vent vraagt om een bijzondere actie, ook voor het goede doel. Ja. Wat ga je nou precies doen? Nou, wij gaan, ik ben zelf spinning instructeur. En het idee is dus ontstaan om te spinnen voor Mike. Het heet ook Spinning for Mike, het event. En wij gaan daar nog met twee andere mensen, Hank en Dimitri, waar ik ook regelmatig mee spin, gaan we een spinningmarathon doen van 100 kilometer. Die zal verdeeld zijn in ongeveer 4 lessen. We schatten in dat we 25 kilometer per uur gaan halen. Maar ja, het is nog onduidelijk of we die 100 kilometer ook in die 4 uur gaan halen. Maar in ieder geval, die middag vanaf 1 uur, 11 september, gaan we
proberen om... die 100 kilometer gaan we sowieso halen. Alleen het is de vraag hoe, maar halen gaan we hem. Lekker! En dan kunnen mensen ook van de fietsen die over zijn, kunnen ze 5 nummers mee fietsen. Een spinningles bestaat uit 10, 11 nummers. Ik heb er ook geknipt in 10 nummers. Ze kunnen dan mee fietsen en storten ze €10 voor die 5 nummers mee fietsen ten behoeve van het spierfonds. Ja, dus een piece of cake lijkt me. Ja, nu zit een indoor evenement, want als het een outdoor evenement met deze wind, dan was het helemaal een drama. Nou ja, je staat stil, dus je hoeft niet tegen de wind in. Maar we fietsen ook wel buiten. Zeker als we deze weeromstandigheden hebben, dan willen we het ook buiten doen. Dat is gewoon prettig. Dan heb je ook meer ruimte als in de zaal. Dus bij slecht weer gaan we de zaal in. En anders wordt het echt toch wel een buiten event. Gaat het jou lukken? Mij gaat het lukken, ja. Ja, daar ben ik van overtuigd. Bloedfanatiek, het zal niet zo'n probleem zijn. Zeker. Ik ga lekker op vakantie straks en dan ga ik in de bergen trainen. Dus ik kom met goed volgeblazen benen weer terug. Je hebt er zin in? Ja, zeker. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Er is een speciale donatiepagina aangemaakt voor deze mooie actie. Vanuit een mooie en net zo bijzondere vriendschap. Het 50 geworden wat hij altijd wil is niet gelukt. Maar ja, goed, hij heeft toch wel een mooi leven gehad volgens mij.